op het grijze plein, waar het mos zich even gauw tussen de tegels heeft genesteld, staat een kolos aan licht. Een torenhoge, driedimensionale rechthoek. Het heeft het meeste weg van een aquarium van honderden verdiepingen, waar de kamerplanten zeewieren zijn en de katten garnalen, die van links naar rechts over de bodem ijsberen. Er staat op de betegelde vlakte één boom met wat gras aan de voet. De lucht heeft de hele dag de kleur van ochtendurine. De tijd verstrijkt wel, maar dat zie je alleen aan de boom die groeit. Het heeft al zo lang niet geregend, niet gesneeuwd, niet gemiezerd, dat het weer als gespreksonderwerp verdwenen is. In deze wolkenkrabber zijn er geen tussenmuren die je scheiden van de andere bewoners en hun huisdieren. Geen naambordjes, brievenbussen, kijkgaten of deuren. Een verdieping is één grote ruimte met hier en daar een badkamer. Er worden spullen achtergelaten als afbakening, maar daar hoeven de bewoners zich niet aan te houden. Er zijn alleen vloeren en plafonds die elkaar stevig omhelzen, met armen van verwarmingsbuizen. Als je goed luistert, kan je ze liefdesgedichten horen lispelen. In de ramen vallen de donkere silhouetten op. Het is een wayang-poppenspel waar de toeschouwer zelf mag bedenken wie er komt redden en wie er komt aanstichten. Ze bewegen nauwelijks, zij die naar buiten staren. Het tellen van de bewoners is een onmogelijke taak. Ze vermenigvuldigen zich de hele dag door. Ze druppelen huid. Geen tranen of zweet, kaarsvet van huid komt bijeen, bouwt zich op, kleedt zich aan en ademt in. Het baby zijn slaan ze over. Ze zijn gelijk pubers, direct het ongemak in. Op hun gezichten groeien pukkels. Uit die pukkels komt pus. Pus wordt mens. Van dik, krokant, stroperig vocht naar werkende organen, bewegende ledematen, harde nagels, observerende ogen. Over hun monden zijn doorzichtige vliesjes gegroeid, dun als insectenvleugels. Als ze lachen is het silhouet van hun gebit te zien. Ze kussen niet. Ze praten alleen tegen de vloer en dat zonder tussenmuren, zonder te hoeven kloppen of aanbellen. Over het plein trekken schaduwen heen. Ooievaars. Het duurt een eeuwigheid. De flatbewoners staan nog steeds te staren. Het lijkt hen niets te doen dat er buiten beweging is. Dieren zijn doeltreffender dan de mens. Ze zijn ergens omdat ze iets nodig hebben. Een schuilplaats, een partner, voedsel. Een van de starenden op de 30e verdieping opent een raam. Er wappert, licht als een zomerjurkje, een kort wit gordijn naar buiten. De bewoner klampt zich met de ene arm vast aan de vensterbank en met de andere opent hij het hoofd. De bovenkant gaat als een koektrommel open. Er vallen ingeblikte groenten over datum, rouwkaarten, een lege spaarpot, wc-rollen, vliegtickets, oude familiefoto's, een zwangerschapstest, een studieschuld en een spiegel op de stoeptegels te pletter. Op de hoop komen vanaf de velden slakken af, met huis en naakt. De scherven van de spiegel laten de zuigende en trage beweging van de diertjes steeds minder goed zien door het slijm dat achterblijft. De rouwkaarten worden week en ook de studieschuld ontkomt er niet aan. Kleine, zwarte stippen camoufleren de jaren aan rentes. Het raam blijft openstaan. Het gordijn wappert. De grijze vlakte krijgt even niets meer te verduren. De tegels zijn bedekt met een tapijt van slakken. Als je de slakken volgt, kom je uit bij wat er over is van de velden. De afgebrokkelde stukken land zijn moe. Ze doen denken aan de poolkappen,
maar smelten is minder pijnlijk dan uitgegraven worden door rivierkreeften. De oevers zijn holgevreten. Er hangen nog wat wortels als rafels aan een kledingstuk. Er plonst weer een stuk land in de diepe sloot die kort geleden nog een gul was. Koeien staan op een kluitje in het midden. Water wordt niet meer uit de sloot gedronken. Er zijn geen mensen om hen te redden. En wat valt er ook te redden aan te groot zijn? Het is veiliger om vocht uit de slakken te likken. Vroeger, toen er nog naar buiten werd gegaan, stonden er hordes mensen met een korf in het water te scheppen. Aan het einde van de dag gingen ze met kruiwagens vol kreeft terug naar de flat. De dieren zwaaiden met hun scharen als baby's die opgetild willen worden. Het overmatig vissen van die rode wilde werkte. De mensen hielden wedstrijden. Wie er het meest gevangen had, won een trofee gemaakt van het rode schild van de plaag. De oevers werden elk moment van de dag bezocht. De netten werden leger, de wangen van de bewoners boller. Een tijdje waren de velden groen en de koeien veilig. Er werd wel gesproken van het kraken van de oevers en het trippelen van dierenpoten, maar zichtbaar was het niet. Tot op een dag een groepje kinderen met hun skelters door de oever zakte. Met hun handen in de aarde geklauwd zochten de kinderen houvast, terwijl de skelters overgenomen werden door de waterdieren zoals termieten in tekenfilms doen. De droge klompen grond verpulverden in hun natte handen als snoeppapier. De kreeften klommen nieuwsgierig op hun bange lichamen en raakten verstrikt in hun vochtige, met kroos bedekte haren. Na dit incident bleef iedereen binnen. Hun oren bedekt als een van de kinderen 's nachts weer gilde. De nachtmerries lieten de lucht permanent verkleuren. Sloten zijn ondiep, maar kinderfantasieën niet. Op verschillende verdiepingen gaan er nu meerdere ramen open. Er wordt van alles naar beneden gekieperd. De spullen belanden met een rotvaart op de tegels. Als slakken snelheid beheersten, waren ze weggeschoten. Helaas worden ze op dit moment tot fossiel verdrukt. De anderen kruipen gestaag op hun aanwinsten. Dat wat er aangevreten achterblijft is voor de kreeften om het stuk te graven. Alleen jeugdtrauma's laten ze links liggen. De dieren blijven ondanks dit dieet vergankelijk. De geheimen worden hier uit het raam gemieterd of in de vloer gesproken en ingezet om te verwarmen. De vloeren zorgen voor de stevigheid sinds de wereld hol is. Geheimen die de vloer in bewaring heeft. Een eeuwigheid geleden bewoner 34 op de 90ste verdieping. De reiger aan de waterkant doet me aan mijn vader denken wanneer hij 's nachts, na veel te lang zeppen, naar boven sloop. Ik mis dat beeld. Een eeuwigheid geleden bewoner 2 op de 5e verdieping. Ze hadden mijn lievelingskoekjes niet meer in de supermarkt en ik heb de vakkenvuller een triest jong genoemd. Hij moest erom lachen en ik zei dat hij een enge ziekte kon krijgen. Hij zei, dat hebben we allemaal al en die koekjes maken het echt niet beter. Een eeuwigheid geleden bewoner 199 op de 183ste verdieping. Ze hebben gezegd dat we binnenkort geen baby's meer hoeven te krijgen. Maar ik wil er zo graag één. Een eeuwigheid geleden bewoner 199 op de 183ste verdieping. De baby is er. We zijn vandaag voor het eerst naar buiten geweest. Ik werd door een kreeft in mijn enkel geknepen. Een eeuwigheid geleden bewoner 199 op de 1ste verdieping. Mijn kind kan lopen. We mogen nooit meer naar buiten. Ook niet met een masker op. Heel lang geleden bewoner 222 op de 109e verdieping. Welke last drukt er op mijn schouders? Ikzelf. Heel lang geleden bewoner 30.976 op de 54ste verdieping. We zijn met steeds meer, maar we worden steeds stiller. Ik weet niet meer hoe de regen klinkt. Heel lang geleden bewoner 50 op de 125ste verdieping. Ik wil een gezichtstattoo. Ik wil iets voelen. Heel lang geleden bewoner 598 op de 236ste verdieping.
Er was een tijd dat ik alleen maar kreeft wilde eten. Die tijd is voorbij. Ik heb koorts, mijn neus bloedt. Bewoner 220.703 op de 19e verdieping. Er bestaan geen uitmaakgesprekken voor vriendschappen. Of wel? Lang geleden bewoner 220.702 op de 19e verdieping. Ik wist niet dat scherven zoveel voldoening konden geven. Bewoner 9.587.700.349 is tegen het raam geklommen. Bewoner 11.918.312 op de 47e verdieping. Ik at gisteren mijn eigen oorsmeer. Mijn eigen, dat wel. Vandaag weer. Ik voel me niet slecht, maar het gaat niet best. Bewoner 76 heeft zich naar boven verplaatst en gooit een kat uit het raam. De laatstgeboren baby, 99.1, kiepert het hoofd leeg op de 177e verdieping. Ik kan mijn ouders niet meer vinden. Of zijn ze allemaal mijn ouders? Bewoner 7544 ergens in het gebouw. Mijn woorden zijn op. Bewoner 50 druppelt al kermend nieuwe bewoners. Bewoner 550.999.969.345 ergens in een hoekje, ook druppelend. Ik wil graag jou zijn. Vloer. Bewoner 550.999.969.345 gaat liggen. Het druppelen gaat door. De bewoner wil zichzelf de vloer indrukken. In plaats daarvan stapelen de nakomelingen zich op elkaar, knappen hun puisten als bubbeltjes plastic. Als er geen geheimen worden gedeeld, vinden er activiteiten plaats die individueel uitgevoerd kunnen worden. Ze zouden best met elkaar om kunnen gaan. Ze zouden een bijzondere gemeenschap zijn. De vliezen voor hun lippen en neus beschermen ze tegen alles. Bijna alles. Niet tegen angst. Er wordt gewerkt en gestudeerd. Een aantal van hen is aan hun schermen vergroeid als mos aan een boom. Er is nooit geroezemoes te horen of muziek. Dat wat lijkt op een melodie is water dat door de leidingen stroomt. Het neerkomen van zorgen op tegels, het getik van de kreeften opdringerig als een metronoom. Op dit grijze plein liggen geplette en verknipte slakken als sashimi in het licht te wachten op de koeien. De koeien die te groot zijn en de mensen te bang. Goedenavond. Dag lieve mensen, dag lieve aardbewoners, pandemiebestrijders, pandemieslachtoffers, technologieverslaafden, van harte welkom op het begin van dit duister decennium, denk ik wel. We hebben zo net geluisterd naar de fantastische Maxine Palit de Jong en zij is schrijver, theatermaker en poëtisch performer. En ze schreef deze tekst in het kader van Natte Inkt. En de tekst heet Geheimen die de vloer bewaring heeft. Geheimen die de vloer in bewaring heeft. En deze tekst die is volledig nieuw, speciaal voor vandaag geschreven. Heel lijp, dankjewel, Maxine. Er is heel goed nieuws trouwens voor haar, want zij is genomineerd, ze is geselecteerd voor het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. Hoera. Dus dat betekent dat zij het komende jaar onderzoek mag doen, een jaar lang. Kan ze schrijven. Voilà. Wat een feest. En ook wat een feest dat we hier alsnog samen kunnen zijn. De afstand is wat gek. Ik hoor mijn eigen stem ook als een hamer van Hugo de Jong. Maar hey, fijn dat we allemaal samen zijn, toch? Hoera.
En we zijn met 30 op de kop, dat weten we dan ook. Er zal niet gedronken worden, maar er zijn mensen. En daar gaan we het mee doen vanavond. Ik ben zelf Selm Wenselaars, I'm your captain for tonight. En we gaan vandaag in gesprek met Hanna Bervoets. Even nog een opfrissing. De avond heet Alles is een soort Black Mirror aflevering. En dat is niet heel toevallig. Nou, ik denk dat iedereen weet wat een Black Mirror aflevering is. Ik kijk specifiek u aan. Weet u wat Black Mirror is? Nee? Oké, top. Nou, Black Mirror is een serie op Netflix, heel dystopisch, die zich uitspreekt over een nabije toekomst, dan wel een alternatief heden. En het zijn dus verschillende scenario's en telkens andere afleveringen. En wat heel vaak terugkomt is technologie en hoe dat die technologie ons telkens toch weer ontglipt. Hoe we toch eigenlijk als mensen telkens weer door die technologie gevormd worden, misvormd worden, hoe we toch altijd weer een stap te laat komen. Voilà. En speciaal voor deze avond hebben we dus Hanna Bervoets uitgenodigd. En ik vraag haar heel graag naar het podium. En misschien voor u kan ik zeggen, een van die afleveringen is bijvoorbeeld dat er een chip wordt ingeplant bij mensen om hun herinneringen op te slaan. Omdat mensen, hun geheugen is eigenlijk onbetrouwbaar. En op die manier kunnen ze hun eigen herinneringen terugkijken. Maar ze raken dan weer verslaafd aan het kijken van die herinneringen. Ah, Hanna, yes. Yes. En er is ook een aflevering met Miley Cyrus. Ja. Ja, dat is ook leuk. Hey, Hanna. Hallo. Goed dat je er bent. We zijn er nog, jongens. Het voelt een beetje als een soort laatste avondmaal voordat we straks weer nog verder op slot gaan. Dat delen we nu, dus dat is fijn. Ja. Hey, Black Mirror. Daar kunnen we uren over praten, toch? Ja, nee. Ik heb dus nog nooit een Black Mirror aflevering gezien. Dus wie was er nog meer die het nooit had gezien? Yes, jongens. Wij zijn samen. Nee, ik heb nooit een aflevering gezien. Dus ik kreeg eergisteren een mailtje van Lisa Weda. Wat is je favoriete aflevering? Toen dacht ik, de titel van het programma was, het lijkt wel een Black Mirror aflevering. Maar ik heb het nooit gezien. Maar jij? Ook niet. Ook niet. Nou ja, ik heb... Ja. Ja, we zijn echt supergoed gecast. Goeie gasten, ja. Echt. Ja. Ik ben ook historicus. Ik heb helemaal niks met de toekomst. Niks met de toekomst. Nee. Ja, ik dan wel wat meer. Maar ja, mensen denken vaak, dat is jouw lievelingsserie. En dat zeggen ze ook vaak. Dus ik krijg heel vaak te horen, jouw werk, dat is zo Black Mirror. Die serie is echt voor jou. En daardoor heb ik heel kinderachtig... En een soort kinderachtige aversie tegen dat ik denk, is het zo voor mij dat ik het al niet meer wil zien. En ik heb hele rare angsten dat ik bang ben dat ik het dan ga kijken en dat ik dan zie dat ik ooit iets heb geschreven wat Black Mirror ook heeft gedaan. En dat ik dan ontdek dat mensen achter mijn rug al jaren aan het zeggen zijn, die Hanna die heeft dat gewoon gestolen. Van Black Mirror, dus dat is een hele rare angst. En ik ben bang dat ik dan iets zie wat ik nog wil schrijven, dat ik mijn eigen idee zie. Dus ik heb het nooit gekeken, maar ik weet dus inderdaad dat er een aflevering met Miley is. En daar heb ik heel erg oren naar. En ik weet dat jij die speciaal hebt gekeken voor deze avond. Ja. Ja, maar dat is ook een beetje lullig om er dan over te beginnen. Ja, het is een hele leuke. Het is eigenlijk best een lichte, meneer. Het is een goed instapmodelletje. Ja. Het is een vrij lichte aflevering. Ik moet toegeven, het is zo donker en zo dystopisch. Ja, ja. Dat had ik al gezegd, maar het is toch wel heel guur en duister. Ja, ja. En jij wordt dan gevraagd, maar ik vind jou helemaal niet zo dystopisch. Nee, toch? Nee, ik denk dat er verschil is, maar kijk, het is heel flauw, want we praten iets over wat we niet hebben gezien. Dus alles neem ik ook weer terug als het niet blijkt te kloppen. Maar laat ik het even weghalen bij Black Mirror. Vaak is science fiction of speculatieve fictie is een dystopie. Je komt er al snel op uit. Het is toch vaak een waarschuwing, wat je net al zei, technologie, hoe gaat het ons allemaal verpesten? En ik denk dat mijn werk wat minder gaat over waarschuwen. En misschien ook omdat ik gewoon niet zo zeker ben over mijn zaak. Ik weet niet of technologie ons alleen maar gaat verpesten. Maar ik schrijf wel veel over technologie, zou je kunnen zeggen. Ik schrijf veel boeken met als uitgangspunt wat als. Ik heb een boek geschreven, Alles wat er was, over mensen die samen opgesloten komen te zitten in een ruimte. Ze weten niet waarom. Wat gebeurt er dan? Maar daarmee wil ik niet zeggen, de maatschappij gaat kapot.
kapot. En als we worden opgesloten in een ruimte, dan gaan we ook allemaal kapot. En dan het dunne laagje vernis wat de mensheid is, wordt dan afgekrapt. En dan zijn we allemaal beesten. Toch, dat is dan soms de moraal van bepaalde science fiction. En in die zin pas ik denk ik wat minder in die specifieke dystopische traditie. Vind ik zelf althans. Er zijn ook zat mensen die lezen mijn werk en die zeggen, oh, het was het weer naargeestig en iedereen is dood. En denk ik, oh, ja, maar ik bedoelde het heel positief. Ja, ik vind het meestal heel hoopvol net. Nu, Fuzzy is dan misschien nog het meest dystopisch. Oh, nou. Nee, ja, grappig dat je dat zegt. Ja, Fuzzy is een boek over een klein bolletje dat praat. En het gaat eigenlijk over vier ongelukkige mensen die allemaal het kleine pratende bolletje vinden. Tegen iedereen zegt het bolletje hetzelfde. En toch heeft iedereen het idee dat het bolletje speciaal voor hen is gemaakt. En voor mij gaat het heel erg over hechting, genegenheid. Wat is genegenheid? Kunnen we het voelen voor iets anders dan mensen, in dit geval een pluizig bolletje, maar het zou ook over dieren kunnen gaan of genegenheid voor een baby die niks terug kan zeggen. Dus ik vond het niet zo dystopisch, maar misschien vind jij het idee dat we ons aan een object hechten geen fijn idee? Of niet? Of waarom dacht jij dat is dystopisch? Ja, omdat het ook... Ja, precies. Ja, dan kom je toch weer bij die andere documentaire. Ook Netflix. Heeft u überhaupt Netflix, meneer? Ah, oké. Okay. Nou, kijk. The Social Dilemma. Heb je die gezien? Au. Nou ja, dat gevoel krijg je erbij. Dat je iets prijsgeeft en dat je het nooit meer terugkrijgt. Oh, jij denkt dat Fuzzy... Oh, maar Fuzzy neemt niet op, hè? Oh. Fuzzy verzamelt geen gegevens. Fuzzy is geen artificial intelligence. Oh. Fuzzy zendt alleen. Oh, okay. Maar dat is dus grappig, want vaak wordt mijn werk... Oh. Ik heb Fuzzy op zo'n manier geschreven dat het ook in de jaren 70 zou kunnen spelen. Dacht ik dus. Zo heeft niemand, maar echt niemand het geïnterpreteerd. Dus nou, my bad. Maar Fuzzy zou ook een cassettebandje kunnen zijn. Omdat het dus alleen maar zendt. Maar dat boek is heel erg meteen geïnterpreteerd als... Oh, dat gaat over technologie en over robots en over dus zelfdenkend en over iets dat gegevens verzamelt. Maar dat doet de Fuzzy dus helemaal niet. Dus het is heel interessant hoe werk toch altijd wordt gezien als reflectie op de huidige tijd. Terwijl voor mij ging dat boek veel meer over een groter thema, genegenheid van alle tijden. Maar dan wordt het toch gezien als, oh, je zegt iets over het heden. En daar word ik dan ook om geprezen. Dus ik neem dat gewoon lekker mee. Ja, en ik heb daarna ook allemaal lezingen gegeven over robots. Want toen kwam ik opeens in een soort robotladenbakje. Dus prima. Maar zo was het grappig, want zo was het dus helemaal niet echt bedoeld. Ah ja. Ken je Maurits Wagevoort? Nee. Nee? Nou ja, dat is een beetje de Hanna Bervoets van begin 20e eeuw. Dus die heeft in 1923 een boek geschreven. Kent iemand het boek misschien? Toevallig? Nee. Ah, kijk. Een huwelijk in 2020. Voilà, zal je het hebben. En daarin schrijft hij onder andere over de fotofoon. Was het niet zo? En wat doet hij? Ja, dus hij schrijft... Hij heeft eigenlijk een soort speculatieve fictie geschreven. Maar wat doet de fotofoon? Die fotofoon, nou, die neemt dus foto's. Het is een telefoon waar je foto's mee kan nemen. Nou. Briljant. Ah, ja, gek. Ja. Briljant, ja. Complimenten voor Maurits. Goed idee. Waren het niet dat hij dus ook in het boek, in datzelfde boek zegt, dat het tegen deze tijd wel zachtjes aan klaar zou zijn met infecties. De mens zou gelouterd zijn voor infecties. Dus dat is net minder uitgepakt. Maar buiten Maurits en Hanna Bervoets ken ik niet zo heel veel mensen in het genre. Speculatief. Ja? Ja? In het Nederlands. Oh, Nederlands. Oeh, ja. Oh, ik zit heel slecht in de Nederlandse literatuur die voor mijn geboorte is geschreven. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Renate Dorrestein heeft bijvoorbeeld, weten veel mensen niet, maar die heeft ook een soort what-if history over Almere of All Place geschreven. En zo zijn er wel veel voorbeelden, hoor. Ik denk gewoon dat er heel veel is niet tot de kanon is gaan behoren. Breek me de bek niet over de kanon. Maar ik denk dat er meer is dan we denken. Ah ja, maar het lijkt geen apart genre te zijn in het Nederlands. Nee, dat is het. Ik denk dat, tenminste dat wordt me altijd verteld over agents of schrijvers uit Anglo-Saxische landen. Dat zij altijd merken dat in Nederland de genre literatuur, nou überhaupt dat er een woord staat
woord bestaat, zoals genre literatuur, heel erg gescheiden is van de echte literatuur. Dus je hebt een enorm, echt een groot circuit aan natuurlijk de thrillerschrijvers, maar je hebt ook heel veel fantasy auteurs, je hebt heel veel science fiction auteurs, maar het lijkt wel alsof die een soort parallele wereld van ons leven. En de giller is dat sommige daarvan veel meer verkopen dan de literaire auteurs. Weet je, wij verkopen echt niks, maar wij komen dan wel in de mainstream media. En het andere gaat veel meer over internet, zijn ook wel beurzen en dingen. Thomas Oldeheuvelt, die verkoopt dan wel. Ja, die is misschien een beetje bekend. Kennen mensen bijvoorbeeld hier Thomas? Ja, die, nou, dat is de Nederlandse Stephen King. Dus die maakt weer meer een beetje thriller, fantasy, horror. Horror is natuurlijk ook weer zijn hele eigen stroming. Maar ik merk gewoon dat in meer literaire kringen is hij helemaal niet bekend. Terwijl hij is een beetje wereldberoemd. Zijn boek wordt nu verfilmd door een Amerikaanse productiemaatschappij. Wordt een serie. Hij is enorm in Japan en Brazilië. Weet je, veel groter dan welke andere generatiegenoot. Dan ook, maar in Nederland zien wij het dus heel erg in hokjes van dat is horror en dat is dit. En die mengen we ook niet. En ja, ik vind het wel leuk om dat te mengen, maar ik denk dus ook niet, ik denk echt niet dat ik daar de eerste of de enige ben. En ik denk dat in Anglo-Saxische literatuur het wel een veel langere traditie hebben van dat een beetje genre bending, genre crossing, dat al veel langer samengaat. Ja. Ja, ik begon met te zeggen, duister decennium. Maar is het wel duister voor een schrijver, voor het boekenvak? Het lijkt best goed te gaan. Ja, het boekenvak gaat oké, maar dat is natuurlijk nu. Ik denk, het is super duister, omdat de economie stort in. Dus dat gaan we allemaal voelen. En het was heel fascinerend om te zien hoe elke sector zo aan het zoeken was natuurlijk. Ik denk dat iedereen in de zaal zit in een sector of is student of wat dan ook. Dus heeft zijn eigen pandemie en zijn eigen zoektocht meegemaakt. En wat ik heel erg in het boekenvak zat, in maart, april, paniek, zoals bij iedereen. Ook wel een beetje opluchting. Oeh, we zijn geen podiumkunsten en oei, we zijn geen muziekindustrie. En thank god, we zijn geen horeca. Dat neem je dan maar een beetje mee. Vooral zorgen over de boekwinkels, want veel zaten in winkelstraten en alles was dicht, de eerste lockdown. Ik was het er zelf alweer een beetje kwijt dat ook de winkels dicht waren. Het is raar hoe alle lockdowns en regels een soort van één grote blur worden van wat mocht wanneer nou wel of niet. Maar die hadden heel weinig toeloop. Dus daar was heel veel zorgen over. Maar heel veel boekhandels gaan nu ook juist er heel erg goed, omdat mensen inderdaad... Eindelijk kwam de hoop dat mensen meer zouden gaan lezen uit. Het wordt wel vaker gezegd van, als het strenge winter, dan gaan mensen misschien lezen. En denk ik altijd, wij van het boekenvak op ons zinkende schip. Ja, I don't think so. Ik denk dat mensen gaan Netflixen. Maar dit keer zijn ze dus echt meer gaan lezen, blijkt uit onderzoek. Ja, dus dat is voor het boekenvak dan een zegen. Maar ook het boekenvak wordt hard geraakt. Alle worden allemaal geraakt. Ja. En jij als schrijver, want je bent bezig om twee boeken op dit moment. Ja, klopt. Ja, eentje is af. Mijn lockdown experience, jongens. Nee, ik was het boekenweekgeschenk aan het schrijven. Ja. En daar kwam dus nog wel een kwestie aan de orde. Mijn boekenweekgeschenk gaat over content moderators. En dat zijn mensen die voor social media platforms als aanstootgevend aangemerkte content moeten beoordelen of dat wel of niet mag blijven staan. En dat was eigenlijk al bijna af in maart, april. En dat speelt 16 maanden terug. Dus het is een raamvertelling, er is een heden en het speelt 16 maanden eerder. Maar ik had nooit de behoefte gevoeld om dat heden te specificeren. Van in wat voor een heden is dat? En dat hoeft eigenlijk als schrijver bijna nooit. Het is meer, het is een roman die in het heden speelt, of het is een roman die in een specifiek ander tijdperk speelt. Maar nu merkte ik dus bij mezelf en bij heel veel schrijvers om me heen een soort paniek van maar mijn roman speelt in het nu, maar er is geen corona in mijn roman. En moet ik het er nu inschrijven? Dus ik heb ook even in het boekweekgeschenk bepaald van oké, dat speelt dan in maart 21, want dan komt het uit. Maar het meeste van het verhaal is dus 16 maanden eerder, dus dat is sowieso voor de pandemie, geen probleem. Maar moet ik dan de drie keer dat de hoofdpersoon refereert aan het heden, moet ik dan iets schrijven van, er is een virus, of de musea zijn dicht, of dat had ik dan even gedaan, maar alles er weer uitgehaald later, omdat in juni vond niemand dat meer. Dus in april, in de boekenbranche, dus het was heel grappig, in april was iedereen, ik moet er wat mee, mijn boek komt uit, en iedereen vindt dat idioot, als de pandemie er niet in staat, en in juni was het alweer van,
oh, je hebt toch geen coronaroman geschreven, hè? En ik hoopte echt, nee, het is zo lelijk als je een corona refereert. Dus het is zo grappig hoe dat switchte. Ja. En hoe iedereen zich daar toch toe moest verhouden. En mijn voorspelling is een beetje dat we heel veel historische of historisch achter, weet je, jaren 90 is ook historisch, maar heel veel boeken gaan krijgen die toch in het verleden, opeens in het verleden spelen. Ja, en nog wel denk ik wat coronaromans, maar ik weet het niet wat mensen nu aan het doen zijn. En die andere, de andere tweede boek waar ik aan het schrijven was, speelde al in het verleden. Dus ik was wel van, oh yes, ik heb deze moeilijkheid, hoef ik niet over na te denken. Maar ik ken dus meer auteurs. Een vriendin van mij komt volgende maand met een boek en die had ook allemaal coronareferenties erin geschreven. Allemaal weer uitgehaald. Dus er liggen ergens schrijftafels vol corona-referenties. Oh ja. Jeetje. Oké, dus dat komt er nog aan. Een corona-literaire pandemie. Ja. Ja, ik denk over 10 jaar of over 20 jaar. Dan, als we erop kunnen reflecteren. Ja, want je schrijft ook scenario's en theater. Maar weet je, in die richting, het theater weet ik dat er coronakunst aankomt. Ja, ja. Maar zoiets als goede tijden, slechte tijden. Ja, nee, ja, wat doen de series? Dat heb ik me dus ook heel erg afgevraagd. Ik was zelf ook bezig met een serie, maar die speelde dan weer in de toekomst. Maar dat is ook heel raar. Eigenlijk was een van mijn, we hebben natuurlijk ook over speculatieve fictie vanavond, een van mijn eerste gedachten over van hoe gaat het nou verder met het literaire werk. Wat natuurlijk voor mij een gedachte is en voor verder helemaal niemand in deze pandemie. Maar een van mijn eerste gedachten was, oh, speculatieve fictie is dood. Omdat ik dacht, ja, speculatieve fictie gaat altijd over een what-if toekomst. Maar als een schrijver speculeert, zoals een Margaret Atwood, die dan Handmaid's Tale heeft geschreven, oh, een soort middeleeuwsachtige toekomst waarin vrouwen onderdrukt zijn. Zij dacht niet daadwerkelijk dat, weet je, dat middeleeuwsachtige toekomst, zij dacht niet echt dat die zou komen. En nu, als je nu speculatieve fictie maakt, werk je vanuit al een soort bestaande apocalyps. Dus alles wat je maakt lijkt een soort van hele één-op-één voorspelling van wat er hierna dan gaat gebeuren. Als je nu een apocalypsroman schrijft, dan lijkt het alsof je super aan het verwijzen bent naar het heden en gaat er een soort metaforische laag uit. Een deel van het spel gaat er ook uit, want je zegt wel speculatieve fictie, ik ben aan het speculeren. Maar je bent eigenlijk helemaal niet echt aan het speculeren. Je bent meer een soort spel aan het spelen met het heden heel erg uitvergroten en doen alsof het daarheen zou kunnen gaan. Terwijl nu, als je zoiets grotesks schrijft, ja, misschien gaan we daar wel daadwerkelijk naartoe. Of we gaan er net niet naartoe en dan is het een soort van trendwatcher die er net naast zag. Dus dat dacht ik toen al. Nou, weet niet of ik dat nu nog steeds zo vind. Maar dat was een van mijn eerste gedachten over hoe gaan we nu verder. En dan heb je natuurlijk de scenario-schrijvers. Wat jij net noemde. Ik heb toevallig een vriend die werkt bij Goede Tijden. Die schrijft voor Goede Tijden. Dus die zaten er ook wel met, ja, moet er dan een virus komen? Goede Tijden heeft voor mensen die niet de hele Goede Tijden history paraat hebben, heeft al een virus gehad in de serie, iets van een paar jaar geleden. En ik keek die fragmenten ook terug en daar gaan ze heel verantwoordelijk om met mondkappen. Dan is iemand gewoon aan het sterven aan dat virus. En dan een personage ook echt dood eraan. Maar goed, het virus komt nu niet in Goede Tijden. Daar is gewoon een keuze gemaakt van, oké, de mensen thuis accepteren dat een parallelwereld is die niet over het heden gaan. Terwijl ze vieren daar wel altijd met oud en nieuw. Vieren ze daar oud en nieuw. Dus het is een hele rare breuk met de conventie. En iedereen moet opnieuw gaan nadenken, ja, realistische fictie. Het is eigenlijk een soort van belofte dat gaat over nu. Maar nu opeens breken we ermee. Terwijl Spanga's heeft dus die conventie wel gehad. Want ik kijk zelf in Spanga's, maar ik heb wel gehoord dat ze daar, heeft iemand dat gezien? Dat ze daarin zeggen ze dus afstand houden, jongens. Op de middelbare school. Dus het is een hele andere manier. Ja, je moet eigenlijk helemaal gaan nadenken over de fundamenten van wat is hedendaagse fictie nou eigenlijk en welke afspraak ga je aan met je publiek? Ja, en wat is hedendaagse journalistiek? Want je bent ook nog journalist, maar als je vandaag de dag de krant openslaat, dan lijkt het ook één grote speculatie. Ja, nou ja, dat is ook zo'n uitvergroting, want ik denk eigenlijk sowieso al dat een heel groot gedeelte van de krant is eigenlijk speculeren. We noemen het dan nieuws, maar bij elke verkiezing, weet je, zien we maar 5 analyses van, nou, als Trump die staat wint, dan dit, dan dit, dan dit.
Of mogelijkheid 2, als Biden die staat wint, dan dit, dan dit, dan dit. Dus daar staat de krant eigenlijk sowieso al vol mee. Voor elk proces, elk politiek proces, rechtszaken, het weer. Weet je, het is allemaal speculatie en voorspelling. En daarnaast natuurlijk ook wel gewoon dingen als gisteren is dit en dit gebeurd. En nu is dat een soort van over de top aan het gaan. Ja, elke dag lees je weer van wanneer is het vaccin er? Hoe lang gaat het nog duren? Hoe gaat het nu verder? Wat is dus de voorspelling qua de economie? Dus het is veel meer dan nieuws verslaan. Het is ook een soort van... Ja, het is dus niet eens speculatieve fictie, want het is geen fictie. Dus speculatieve journalism? Ja, ik weet, er zal wel gewoon een lange naam voor zijn die ik niet ken. Maar ja, heel raar. Of nee, niet raar, maar fascinerend. En ik lees het ook allemaal. Ik zit elke keer, ik lees gewoon alle scenario's opnieuw elke week. Dan denk ik, oh, wat is deze week? Hoe zal het allemaal gaan? Ja, 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 precies. We gaan het meemaken. En nou, die kranten, ja, elke dag weer liggen er twee bij jou op de keukentafel. Ja, klopt. En die lees je van begin tot einde. Ja. Ja. En wat doet dat met jou? Kan je dat uit je werk houden dus? Je kan het wel uit je werk houden. Je kan die realiteit... Nou, de coronarealiteit wel. Maar normaal, het is bijna jammer. Normaal, mensen vragen altijd, oh, wat zijn je inspiratiebronnen? En dan verwachten mensen vaak dat ik allemaal schrijvers dus ga opnoemen. En nou ja, punt, dat ik allemaal schrijvers ga opnoemen. Maar ik haal heel veel van mijn inspiratie uit de krant. En dan vooral de wetenschapsbijlagen, nieuwe ontwikkelingen. Ik lees iets, ik lees een artikel, ik wil er meer over weten. Ik kan er helemaal mee verliezen in dingen, googlen en Wikipedia en al dat soort dingen. Maar ik voel best wel een weerstand nu om dus over dit heden, over corona, te schrijven. En misschien heb ik die weerstand dus gewoon geadopteerd van de omgeving. Die zegt, oh, ik ben corona moe en ik wil hier niks meer over lezen. Dus ja, ik vraag me af over een jaar, als mijn huidige boek af is, wat ik dan nog... Ik denk toch weer meer over het verleden. Ik heb ook geen zin meer in speculatieve fictie. Oh nee? Ook gewoon geen zin meer. Ja, nee. Is het nu een outing? Is nee, nu... ja, nee, dat zeg ik dan nu. En dan over 2 jaar denk ik, oh, ik heb echt een goed idee over 2050. Maar nu ben ik het een beetje moe. Maar ik denk dus dat komt... Ja, door de huidige gebeurtenissen. Gewoon dat enorme cliché, wat Mark Rutte ook volgens mij in een persconferentie heeft gezegd van, nou, het lijkt wel een film. Ja, waarom dan nog de film maken of zo? Ja, ja, precies. Ja. Maar wat denk je toch? Wat drijft ons mensen steeds weer om al die scenario's uit te denken? Wat is het dan? Ja, hou vast. Ik denk, ja, wij zijn een van de weinige diersoorten die zo ver vooruit kunnen denken. Heel veel dieren kunnen wel vooruit denken. Eindeloos fascinerend vind ik dat ook. Dat er een octopus vooruit kan plannen. Nou ja, misschien schrijf ik daar wel octopus wel kan vooruit over. Plannen? Ja. Wat doet hij dan? Wat nou, plant hij dan? Er is dus net onderzoek gedaan. Even een zijpad. Maar er is dus net onderzoek gedaan. Er was in een aquarium, een commercieel aquarium. Er kwamen gewoon overdag bezoekers. En er was één octopus. En ik weet niet meer waarom ze hem zijn gaan filmen. Volgens mij waren gewoon de vissen uit 4 aquaria verder elke ochtend dood of weg. En toen zijn ze die octopus gaan filmen of die ruimte gaan filmen. En toen bleek hij dus te wachten tot de sluiting, tot iedereen echt weg was. En ook echt de late security guard, de deur was dichtgevallen. En toen bleek hij gewoon uit zijn aquarium te kunnen. Ja, hij bleek er gewoon uit te kunnen. En dan zo naar 4 aquaria verder te kunnen gaan. En daar, ik weet niet wat, ik denk dat hij gewoon die visjes ophaalt of zo. En dan ging hij weer zo'n... Ging hij weer zo terug. Dus hij kon echt wachten en impuls beheersen. En dan precies wist hij ook waar hij naartoe moest. Vandaar zijn de snacks. En dan ging hij weer terug. Ja, ja, maar dit is even om te zeggen, mensen, we hoeven onszelf niet te overschatten. Want ook andere dieren kunnen hele goede, slimme plannen maken. Maar ja, ik denk heel veel mensen, waaronder ik zelf, zouden, ja, ik weet echt niet, misschien moeten we een kleine... Pol doen. Hoeveel mensen willen de hele tijd weten hoe het verder gaat? En hoe, ja, laten we dat maar even eerst handen. Is er corona echt niemand. Proof? Maar wil iedereen dan gewoon... Nou nee, wie leest elke keer in de krant berichten van hoe lang zal de pandemie nog duren in deze 3 scenario's? Alleen jij, oké, alleen jij en ik, lees jij die niet? Jawel, zeker wel. Ja, maar jij vraagt van, wat is het voor behoefte van de mens? Maar dat is het dus helemaal niet. Want al deze mensen, die doen dat helemaal niet.
Maar bijvoorbeeld, als je, dat heb ik dan, als ik in een vliegtuig stap, dan heb ik 5 scenario's ja. al bedacht ik voor ook. Ik zit. Ja. Heb jij ook? Ja. Oké, okay. Wie nog? Vingers? Oh ja, okay. toch. Oh, maar ook niet iedereen. Ook niet, ja. See, ik denk dat het gewoon echt menstypes zijn. Dus ik denk dat we niet nu over de mensheid moeten praten. Omdat we vanuit onszelf die bubbel, hè? Zit beredeneren. Die... Oh, ja. Nou ja, ja, of het in, ja. Nee, ik maak wel scenario's. Want 90% van de plane crashes has survivors. Heb ik op de wiki How to Survive an Airplane Crash gelezen. 90%. 90%? Dus de mensen die geen plan maken... All right. Jammer. You're out. Ja. Maar je had gewoon kunnen leven, ja. Oh, en hoe? Ja. Kan je een tipje... Survivors, nou, je moet... nou, de voorste helft, achterste helft van het vliegtuig... in de achterste helft gaan achterste zitten. Want helft. Vaak gaat het nose down. Dus zeg maar die eerste klas mensen... die redden het vaak niet. Okay. En dan, nou, als je meer dan 8 stoelen van een emergency zit... Ook geen goed idee, want door dat rook ga je oud. Dus je moet tijd hebben om bij de emergency. Er is rook en dan meer dan 8 stoelen. En dan, nou, dus dichtbij. Dan moet je riem om je pelvis, want dat is blijkbaar het sterkste bot in je lijf. Hard aantrekken. En dan moet je een cloth, dus dat is een doek of een sjaal of je t-shirt, een cloth. En water hebben. En als je dan neergaat, en dat duurt dus best een tijd, dus make a plan is dan, als je, zodra je weet, oh ik ga neer, make a plan, dan maak je de cloth nat en dan doe je hem voor je gezicht en dan blijkbaar ademen die gassen minder in, omdat het een natte doek is. En dan ga jij eruit. Ik dan. Ja, ja ik ook. De mensen nou, met wij een plan. Wij met z'n tweeën, gelukkig. Ja. Ja. Oh wauw. Heb je een schuilkelder? Nee. Nee. Nee, ik ben wat minder goed voorbereid op brand en zo. Ah ja. Eigenlijk niet. Ging je hamsteren? Ja, al toen het in China alleen was. Maar ik ging, ja, hamsteren. Kijk, ik heb gewoon heel veel spullen overgelaten voor de zorgpersoneel. Maar toen in China, ik voelde het wel komen. Ja. Dat zeg je heel correct. Ja, ik heb niet in één keer alles gepakt. Het virus was in China en toen dacht ik, de tonijn is in de aanbieding... ja, dat heb ik wel zo. Ik heb het langzaam onttrokken aan de winkel in de weken voor de lockdown. Oké. Okay. En bijna alles ook opgegeten nu. Dus het is ook geen waste. Tweede golf? Ja, ik dacht dus wel van, moet ik het? Ik heb nog wel kikkererwten. Kikkererwten? Ja, die heb ik nog. Oh, dat is wel droogjes. Ja. Ja. Oh ja. Ja, je wordt toch altijd een beetje neergezet als een Cassandra. Het is niet anders, toch? Dat vind je niet leuk, denk ik, hè? Of? Nou, valt wel mee. Ja. Ja. Nou, gooi eens iets op. Waar kunnen we ons nog aan verwachten? Nee, geen idee. Nee, daar heb ik nooit een idee. Vaak denk ik, ja, dat is ook zo grappig. Ik schrijf dan science fiction, speculatieve fictie, hoe je het ook wil noemen. En dan denken mensen vaak dat ik de toekomst kan voorspellen. Dus ik krijg best veel schrijfopdrachten ook over van, oh, wil je een brief schrijven aan 2050? Of wil je iets schrijven over hoe het is gesteld met... nou ja, de huizensector in 2035 van die snabbeltjes. En dan neem ik het wel aan, want dan denk ik, oh, een snabbeltje. Maar dan moet ik gewoon heel veel googlen. Dan ga ik gewoon heel veel googlen van, hoe zit het allemaal? Dus het is grappig, het is een beetje zelfvervulling. Ik moet mezelf ook niet tekort doen. Ik vind het heel interessant hoe technologie zich ontwikkelt. Dus ik lees er gewoon heel veel over. En ik lees inderdaad al 20 jaar van 2 kranten, de wetenschapsbijlagen van A tot Z. Maar ik ben natuurlijk geen orakel. Ik zoek het gewoon op internet. En daardoor weet ik inderdaad heel veel over bepaalde ontwikkelingen. Maar ik zie mezelf niet als bijvoorbeeld een trendwatcher. Ik zou helemaal geen voorspellingen durven te doen. En ook wat ik zelf dan interessant vond, ik bedoel, los van die snabbeltjes... vind ik het altijd vooral interessant, wat doet een ontwikkeling, of dat nou een technologische ontwikkeling is, of een medische ontwikkeling, of wat dan, nou, het is natuurlijk ook een beetje technologisch. Maar wat doet dat met ons mens zijn? En wat doet dat met de manier waarop jij en ik ons tot elkaar verhouden? Dat vind ik altijd veel interessanter dan de vraag, hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit? Want ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens of ik het nu per se zou willen weten. Ook al lees ik altijd al die COVID-scenario's. Maar ik kijk liever naar één tendens en vraag me dan of... Oh, wat doet dat met jou en mij? Wat doet zo'n pluizig bolletje met
onze, of wat vertelt het over onze relaties? Dus stiekem liggen mijn interesse veel meer in sociale processen dan bij dat keiharde toekomst voorspellen. En je hebt Social Dilemma gekeken? Ja. Een documentaire die dus gaat over de social media en dat die ons, ja, hoe zou je het zeggen, ja, in de ban heeft. Ons over. Ja, onder andere. Ja, het eerste deel gaat daar vooral over. Eerste deel? Ja, van de documentaire, toch? Is er een tweede deel? Nee, maar het eerste uur. Oh, het eerste deel, ja, maar misschien, ja, precies. Hoeveel mensen hebben de film gezien? Even kijken hoe... Oh, yes, oké. Oh, dat is best veel. Vond ik ook lekker dystopisch. Ja, nee, maar het inderdaad, voor mij had het twee delen. Het eerste deel ging heel erg over hoe worden wij als mens, weet je, de puppet-gedachte, marionet-gedachte van hoe worden wij beïnvloed door social media. En de tweede ging eigenlijk veel meer over... Een aspect wat ik heel interessant vind, een meer ethisch aspect van hoe wordt al die data die over ons wordt verzameld gebruikt door commerciële partijen en ook door foute regimes of regimes die volgens ons dan fout zijn, om maar even, ja, foute regimes dus. Hoe wordt het daar door gebruikt? En dat is iets waar ik me meer zorgen over maak. En ik vond het ook interessant, ook logisch, dat ik zag best wel veel posts toen die docu... net uit was op de social media. En dan kan je doen, ironisch, maar ook wel weer goed. Want ja, we weten allemaal dat we daar te bereiken zijn. Dus ik zag heel veel posts op de social media van mensen die zeiden van... Oh, ik voel me zo beïnvloed. Want de docu voor de mensen die niet hebben gezien... die gaat ook heel erg over alle trucjes die die app heeft... om ons verslaafd te maken. En ik voel me zo beïnvloed en ik ga eraf... en ik ga nog maar 20 minuten per dag. Wat me een goed idee lijkt. Maar veel minder over, oh shit... allemaal regimes en partijen en bedrijven gebruiken mijn data voor best wel shady business. Er is ook een andere docu over het Cambridge schandaal. En daar, is het The Great Hack? Nou, ik ben de naam van de docu vergeten, maar is ook op Netflix. Dus dan ga je gewoon naar de Social Dilemma en dan klik je van lijkt op. Of nou ja, dan, en het algoritme geef je dan die andere docu. Maar daar wordt zo heel specifiek een voorbeeld aangehaald. Over een land waarvan een regeringspartij gewoon zei... we willen dat die jongeren op onze partij stemmen. En dat was dus een fout. Nou, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit doe. Dat is gewoon omdat mijn kennis van, nou ja, laten we zeggen een fout regime. Ja. Het werd gebracht in de docu als, oh mijn god, dit regime. Dus ik wil er niet over judgen, maar het was van, oh mijn god, dit regime. Die wilde een campagne voor de jongeren. En die campagne was heel... Het was een beetje influencer-achtig, maar omdat zij zoveel data hadden van waar de jongeren naar keken en wat de jongeren likten en wat hun zou raken, hadden ze het precies getarget. En die partij heeft ook gewonnen dankzij de stemmen van jongeren. En volgens die docu was die partij helemaal niet een partij waar de jongeren aan iets aan gingen hebben. Het was helemaal niet iets wat hun banen zou bezorgen of wat dan ook. En dat soort dingen maak ik me eigenlijk nog iets meer zorgen over, ook gewoon het hele verhaal van de Russische trollen en de Trump-verkiezing. Dan echt dat hele individuele. Maar het is natuurlijk mooi als mensen meer aangaan op dat individuele en daarom iets minder gebruiken. Hoewel ik dus zeker niet alleen maar negatief ben over social media. Er is een essay verschenen een paar jaar geleden met als titel: Is the internet good or bad? Yes. En dat vind ik altijd wel heel veelzeggend van ja, het is allebei. En als mensen me vragen... Ook naar aanleiding van After, dat is een boek dat speelde in een nabije toekomst. En daar komt heel veel technologie in voor. En vaak al wel trouwens, daar komt dus wel letterlijk heel veel technologie in voor. Anders dan fuzzy. En ik merk dat als je heel veel technologie in een boek stopt, dan denken mensen al vaak van... Oh, jij bent tegen social media. Er komt heel veel social media-achtige techniek in voor. Dus dat boek is ook heel erg opgevat als... Oh, maar jij bent helemaal tegen social media. Dus als ik ergens kom... Dan wordt ook vaak verwacht van dat ik een soort kruistocht tegen de socials ga voeren. Maar het is natuurlijk niet social media, maar ook het bedrijfsmodel daarachter, waarvan ik ook vind, alles wat de docu zegt, van knip het op, reguleer het. Belachelijk dat Facebook Instagram heeft gekocht, maar echt belachelijk. En ze hebben ook WhatsApp en what the fuck, weet je, knip dat op. Maar het heeft ook, ja, natuurlijk geweldige kanten. Ja, die hoef ik niet eens op, ja... Ik bedoel, ik ben er niet op tegen, laat ik het zo zeggen. Ik ben geen kruisrunner. Nee. Heb je je handelen zelf aangepast? Na het zien van dat soort documentaires, ga je dan die apps van je telefoon gooien? Hoe verhoud je je persoonlijk? Nee, maar ik heb echt een slecht
ik heb een heel raar telefoon. Ik heb dus, kijk, ik heb dus deze. Dit is de Alcatel 2013. Oei, joh. Dit is echt mijn leven. Kan je er, is dat een fotofoon? Dit, huh? Is het een fotofoon? Ja, ik kan wel foto's maken, maar wow. Hij kan dus niet op internet. Dus die heb ik, maar ik heb dan ook nog, is een beetje zijn verhaal, maar om echt te kunnen antwoorden. Ik heb dus ook nog een smartphone en die is dan ook een beetje oud, maar die smartphone die ik heb ik toen heel lang geleden genomen toen ik Tinder wilde. Dus toen dacht ik, ja, ik wil wel Tinderen. Ja, dat kon niet op de Alcatel. En dan had ik de socials had ik nog gewoon op de desk, op de desktop computer. Maar nu is die smartphone, die valt dus uit als die 82% heeft. Dus daardoor kan ik maar. Als ik op de telefoon op Instagram ga, dan valt hij uit als ik te veel stories heb gekeken. Dat vindt hij dan poep. En dan zegt mijn vriendin echt, nou, die kan er niet naar kijken. Die ziet dat en dan is hij weer uitgevallen. Dan denk ik, oh, dan zeg ik, oh, hij moet weer naar de lader. En die zegt dan echt, oh, wil je please een nieuwe kopen? Want ik trek dit gewoon niet. Of dan wil ik een story maken en dan poep, middenin, dan kan dat niet eens. En denk ik, nou, dat doe ik niet. Ik koop geen nieuwe. Dan is het een soort van zelfregulerend ding. Als ik nu een hele flesje telefoon had die helemaal zou functioneren, dan vertrouw ik mezelf daar ook echt niet helemaal mee. Nee. Oké, nou, wijs denk ik. Ja, nee, die van mij doet het nog prima, maar ja ik zit ook wel tot 2 uur 's nachts te swipen. Oh, nou, ja. Ja, als ik niet oplet. Een logische vraag. Ben jij hoopvol over de toekomst? Hey, Ik hoorde jou er straks zeggen, hè, we proberen greep te krijgen op die toekomst. Griep. Grip. Ja, maar Rutte zei toch griep? Ah, zei die grip? Oh ja, hij zei die in het Engels. Heb je dat grip niet gehoord? Ja, maar dat was voor de dood. Ja. 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 Maar dan, sorry, grip. Dan, ja. Ja, inderdaad, hoe moest dat dan vertaald worden in beeld? Ja. Ja, grip, ja, get the grip op de toekomst. Hè. Ja, inderdaad, via dystopieën en utopieën proberen we dan op die manier. Het was, nou, toch even een literaire verwijzing. Rebecca Solnit, denk ik, die zei van hoop is het omarmen van het onbekende. Ja, mooi. Ja, kan je je daarin vinden? Poeh, ja. Ja, laat ik maar ja zeggen, want ja, wat doen we hier nog zonder hoop? Dan, waarom zouden we hier dan nog zitten of zo? Maar ja, ik vind het nu wel heel spannend. Maar ik denk ook gewoon mijn generatie en dan de 2 generaties voor mij zijn een soort, nou, misschien nog net een generatie boven mij. Misschien wel de weinige generatie in de mensheid die echt niet zo heel veel hele moeilijke dingen hebben meegemaakt. Nou, ik bedoel niet op persoonlijk niveau, maar dan op wereldschaal qua oorlogen. Ik bedoel, hiervoor was het me wat qua oorlogen en levensstandaard. En ja, vanaf de jaren 90 is het ons gewoon allemaal heel erg goed gegaan. Dus wij schrikken ons nu allemaal dood van wow, de wereld vergaat. Maar misschien is die al, ja, voelden alle generaties voor ons dat ook al. Of dachten alle generaties voor ons gewoon van ja, tuurlijk, die shit hoort er gewoon bij. It's a hard knock life. Maar of het, ja, ik ga gewoon zeggen dat het weer beter wordt. Maar ik ga zeggen dat we gaan wennen. Ik bedoel, we zijn nu al zo gewend, denk ik. In maart dachten we echt, oh, dit trekken we niet en dit gaan we niet volhouden. En het wordt natuurlijk eerst nog slechter. Maar het wordt ook weer, ja, dat nieuwe normaal. Daar waren we allemaal van, oh, dat was echt geen goede manier van Rutte om dat te zeggen. Hij moet zeggen, tijdelijke normaal. En toch zijn we volgens mij allemaal best gewend aan, er is stiekem toch een nieuw normaal. En wat een normaal kenmerkt is dat je het niet merkt. Normaal is onzichtbaar. Dus we merken niet hoe raar sommige dingen zijn. En als nu iemand bijvoorbeeld uit een Big Brother huis zou stappen of uit een coma zou ontwaken, dan gaat die persoon denk ik nooit wennen zoals wij gewend zijn aan de mondkappen en de afstand. En oh, er zijn dingen dicht. En oh, er is opeens een virus en dingen werken heel anders. Omdat hij die hele glijdende schaal niet heeft meegemaakt. Die is opeens, oh, er is een mondkap en welke regels zijn nog meer? Terwijl wij hebben zo langzaam eraan gewend dat ik denk dat we nog een beetje verder kunnen glijden. Ik weet nog in 2016, waar Trump verkozen. Nou, ja, in mijn bubbel dachten mensen echt, dachten toen al de wereld vergaat. En misschien heeft dat ook wel het vergaan van de wereld ingezet, blijkt het later. Maar dachten, nou, dit is verschrikkelijk en er komt ons bed niet meer uit. Het komt nooit meer goed. Maar ja, laten we zeggen zomer 2018. Hoorde er niemand meer over. Dus ik merk wel dat we in die zin en veerkrachtig. Het positieve interpretatie daarvan is, oh, we zijn veerkrachtig. En de negatieve interpretatie is misschien, oh, we zijn blind. Maar ja, ik ga voor de positieve interpretatie. Oh, dankjewel, Hanna. Echt waar. Het is een antidotum voor de tweede golf in te kunnen. Dat was alle tijd die we hadden met elkaar. Oké. Ja.
Ik dank je heel erg. Nou, succes met het doorschrijven. Ja, dank je wel. Eén boek is klaar, begrijp ik, ja. Maar het volgende nog niet. Ja, ik ga nergens heen. Dus ja, zoals we allemaal. Dus dat is prima. Heel goed. Ja. Dank je wel. Hanna Berghoed. Dank je wel. Je mag je iced tea inderdaad meenemen. Dit was het eerste gesprek tijdens de eerste editie nu van de pandemie-trilogie. Er komen nog twee afleveringen aan, inshallah. Deze editie is echter nog niet voorbij, want nu geef ik heel graag het woord zo dadelijk aan Maarten van der Graaf. Die trekt ons zo dadelijk weer, na deze hoopvolle boodschap van Hanna, terug in onze treurige poëtische duisternis, waar we zo net er ook toch wel lekker in zaten. En dat kan niet zonder muziek. En daarvoor heeft hij de hulp ingeroepen van zijn vriend producer Corin Cavini. En daarmee heeft hij een soundscape gemaakt. Je hoort Maarten daaroverheen praten met een collage. Deels nieuw werk en deels uit zijn bundel Nederland in stukken. Ik mag u namens het team van Mooie Woorden alvast heel erg danken voor jullie komen. Hou het straks veilig als jullie naar buiten gaan. Ik wens jullie een hele prettige tweede golf toe. Maarten van der Graaf. D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wokt open. Registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Is dit de substantie die je bedoelt? Wat lekt dit, zeg? Wat lekt dit? Dit is het geval, denk ik. Naast de loodsen op de draaischijf staan bushalters. Daar staan mensen bij. Ze kijken naar de horizon. Ze verplaatsen zich door jouw buik. Door de slecht verlichte gangen. Zijn het eigenlijk wel jouw ingewanden? Of gebruik je ze tijdelijk? Geef je ze straks aan de zee? Soms voelen die mensen zoiets als verdrietige strijdbaarheid. Ze doorkruisen jou om bij distributiecentra te komen. Ze lezen dingen op hun telefoons. Ze herinneren zich de nacht waarin jij opeens in het midden van de woonkamer zat, in het licht van een streamingdienst. Jij onderbrak de stroom. Vaak ben je de stroom. Vorm je geruisloos een doorgang. Wat moet ik in de adresbalk schrijven? Aan Delta Metropool. Klinkt als onhandige sci-fi. Het maakt je grappiger, megalomaan. Die naam is alweer ouderwets. Maar laat je op met je geweld, je verledens. Dan kreuk je makkelijker, zodat gebeurtenissen opeens tegen elkaar aanliggen, documenten in elkaar leeglopen. Want jij bent niet waar je bent. Je bent altijd elders. Niemand zou jouw oppervlaktes met rust laten. Je tweede vlaktes, derde vlaktes. Je vormen zijn niet veilig in hun ondoordringbaarheid. Bestanden bijvoegen, verzenden. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Alarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties lekt, relzucht boven het land. Het liberalisme is het kapitalisme van de woorden. Zij bevorderen communicatie tussen machines en zakenwereld. Ergens in deze stroom dobberen, postcoïtaal als crushed ice. Als ik
vroeger van vakantie terugkwam en bij Zwijndrecht de neonletters van leeuwen buizen zag, wist ik dat ik thuis was. Bovenbouw, die van binnen dingen doet. Alle lichtjes, alle auto's met een daktuintje. De corridor Eindhoven-Veldhoven-Welschap herneemt zich en is daarin vier koersen, dat voel ik. In wokenis, maar dan staat er zoiets. De Nederlandse commune wil graag over je coming out horen en niet aan de koloniën denken. Hij zegt dat een man niets te winnen heeft met het benoemen van biseksualiteit. Wel, als hij dichter is, zegt zij, dan is hij tenminste niet hetero. Ik heb slechte dingen gedaan. Chill. Rechtse kantines, rolmodellen. Dominees poëzie is het ergst, zeggen ze. Ook als de dominee gelijk heeft. Zelfs het Wokeness Industrial Complex is nog te schokkend voor dit gedicht en de Volkskrant. Radio. Terugkerende dromen over roof en bezit kondigen de ochtend aan. Millennial woep. Donkere vloed van aantekeningen. Infrastructuur is een temperatuur. Uitstoot, stemmen, triviale routines. Stedelijk leven dat niet samenvalt. Bike lanes met het stedelijke white lanes. Zo mooi aangekleed, zo verdrietig. In het zelfdenkend gebouw. Oh. De planeet, autochtonie. Waar je weer het gevoel hebt in de blauwdruk van iets rond te lopen wat nooit af zal zijn. En ook niet naar voltooiing streeft, maar naar voortdurende innovatie. Een leven zonder weerwoord of adempauze, organisch en technologisch, digitaal en fysiek. Met een grammatica die iedereen doet verstommen en een belofte van een comfort waar weinigen zich iets bij kunnen voorstellen, bitch. Zenuwlandschap, Joods, Turks, christelijk fruit, bitter je schil, zoet je orgiade, het gif in deze generatieassociatie verdragen. Zonder detentiemond. Offshore ventures in de woonkamer. In de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar openbare lichamen. Als laaghangende wolken in airspace. Ze kunnen alles zien. Omdat ze de juiste snelheid hebben. En werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Dat voel ik. De synergie tussen de samenstellende delen van de Delta-metropool moet worden vergroot. Dit. Nieuwe gedichten van Maarten van der Graaf worden geschreven in de stijl die jullie het beste lijkt. Word heeft onleesbare inhoud aangetroffen. Kunstige refreinen van logistiek en dataverkeer overstemmen het verschil tussen kennis en informatie. Elke letter indexeert zoiets als wegvloeien, ipsum. Wat lekt dit, zeg? Wie heeft dit vervolg voeten,
handen en geslachtsdelen gegeven? Het individuele leven is de grootste leugen. Dit is een stad die door droefheid geplant is. Beweeg ik nog? Dit stemt blanco. Mijn voorouders verbergen hun kankers. Ik hou mijn innerlijkheid warm. Oppervlak glad dat ik huil in de kantine omdat ik moet werken. Amnesie opent je rug. Op elk openbaar gebouw wappert de vlag. Door kabels kwam droefheid het huis binnen. En een serieuze acteur lag per ongeluk in het zwembad van de tv. Ik vind ze wel sympathiek, de revolutionaire. Maar ik heb zoals iedere goede Nederlandse man de burgerlijke dromerigheid altijd geëerd. Nu, er was ruimte voor dromerigheid in de wereld van de jongens. En ik imiteerde Pim Fortuyn in het handvaardigheidslokaal. Iedere zin sijpelt door in de volgende. Dit betekent dat er een toekomst is. Trams door nauwe corridors. De overheid en het wetenschappelijk bedrijf zijn geen volledig aparte sferen. Politiecellen en biennales zijn geen volledig aparte sferen. Alles is coming of age. Op een niet-psychologische manier. Vervellen, uitbreken, indrogen, week worden, fossiliseren in de serie, gemeten in eenheden van tijd en geld, dialectiek van bezit en verlies. Angel investors, help mij de boel te disrupten. Dolor. Ontologische souplesse in Silicon Valley, dolor. Ik mis de snelheid en de flexibiliteit van de start-up. Ik ga naar bed met stress, sta op zonder energie. Ik werk bij mijn droombedrijf en ben ongelukkig. Dag.